Hi, ik ben een beetje laat met filmen. En volgens mij heb ik vorige week gezegd dat de volgende aflevering bronzen zouden zijn. Maar ik heb Dennis de highlighters laten pakken. Dus we gaan de highlighters doen vandaag. Dit is alles. We beginnen met de grootste. Ik heb er drie. Ik moet jullie heel even. Ja, zo. Ik heb er drie van Revolution. Ik pak even een bril erbij. Dit ziet er heel stoffig uit, zie ik ineens. Nou, dit is de Revolution Pro Eternal Rose Highlighter in de kleur White Rose. Ja, die heb ik eigenlijk alleen maar voor de look. Dit is de Revolution Internal Glow Soft Glimmer Highlighter. Ja. Deze is echt prachtig. Deze is mooier dan die roos. En dit is de Revolution Glow Splendor Ultra Highlighter in So Glazed. Ook heel mooi. Dan heb ik van Colourpop de Super Shock Cheek Highlighter Addicted 2. Ja, nou, ik ben er niet gek op. Oh, het ziet er wel heel mooi uit zo, hè? Maar ik ben er niet gek op, laat ik het zo zeggen. Dan heb ik van Colourpop ook de Winnie de Pooh highlighters. Deze zit nog in het doosje, want die gebruik ik echt nooit. Die is veel te donker. En deze, dit is Acrewood. Ah, dit zou eventueel heel voorzichtig kunnen. Maar eigenlijk heb ik die gewoon gekocht omdat ik een Winnie de Pooh freak ben. Van Chanel heb ik de Rêve de Camélia. Ja, en die is echt prachtig. Dit is mijn soort highlight. Een beetje roze, zachtjes, champagne. Ideaal. Dan heb ik de L'Oréal Iconic Glow. Hele mooie natuurlijke highlighter. Ik heb de Revolution Highlighter Reloaded in Just My Type. Deze ook prachtig. Ondertussen veeg ik even mijn handen af. Dit is de Catrice Mineral Swirl Highlighter. Dit is van de Clean ID Line. En die ziet er heel mooi uit. En die doet gewoon, is een beetje krijterig. Hij doet niet zo heel veel bij mij, heb ik het idee. Maar ik heb nog een Kiko Glow Fusion. Hele mooie highlighter. Dan heb ik de Milani Champagne d'Oro. D'Oro, goud hè. Baked Highlighter. Waarom krijg ik dat nooit open gewoon? Ook omdat mijn handen waarschijnlijk helemaal onder de highlighter zitten nu. Is iets donker voor mij eigenlijk, maar. Dan heb ik van Catrice twee van die Glow Highlighters. Ik heb de Glow Lover Oil Infused Highlighter en de High Glow Mineral Highlighter. Ik heb van Catrice nog de highlighting powder. En dan heb ik deze twee. Dit zijn de More Than Glow Highlighters. En dit is de kleur 020 Supreme Rose Beam. En dan is dit de Ultimate Platinum Glaze 010. Dit is degene die viraal ging.
Ik heb van Catrice vervolgens nog de Limited Edition Glow in Bloom Highlighter in Daisy Blossom. Ja, dit vind ik echt heel mooi. Dan heb ik van Essence de highlighter in de kleur 10 Heroic. Maar daar heb ik er een heleboel van. Dan heb ik de highlighter in 03 Staggering. Die heb ik dubbel. Dus daar doe ik er één van weg. Welke ziet er het mooiste uit? Deze ziet er het mooiste uit, dus die gaat weg. Dan heb ik Kissed by the Sun van Essence. Ja, in de kleur 01 Star Kissed. Ik weet niet heel goed wat ik hiervan vind. En ik heb van Revolution de Bubble Balm Highlighter in Rose Gold. En dit is een beetje zo'n Huda ding. Maar dit geeft een hele mooie, zie je dat? Hele mooie glow. En een dergelijk product heb ik ook van Catrice. Dit is de Limited Edition Pearl Glaze Highlighting Face Glaze in C01 Winter Wonder Pearls. Winter Wonder Pearls. En het ligt eraan. Ja, maar die is wel veel minder. Zie je? Hier. Deze is. Dit is de Revolution en dit is de Catrice. En dan heb ik tenslotte. Jeetje. Dat roze op roze. Dit is de XX Revolution Strobe. Nou, en welke kleur dit dan is, al sla je me dood. Zal ik eens kijken of ik het kan zien? Nee, zelfs als ik het vergroot. Strobe. Ik denk dat strobe de kleur is, want dit is Disclosure. Dit is ook van XX Revolution en dit is Disclosure. Eigenlijk iets te donker voor mij. Dan heb ik van Revolution Pro de Luster Highlighter. Dit is wel heel mooi, hè? Ik vind de verpakkingen altijd super mooi. Oh, dat is ook zo'n roos. Ik vind dit gewoon leuk. En volgens mij heb ik nog één poeder highlighter hierin. Die gebruik ik momenteel. Dat is de Essence Make Me Glow. Ja. Die is op mijn huid. Hier lijkt hij te donker. Maar lichtjes op mijn huid is die echt over een stukje over de blush heen. Is die echt heel mooi. Dit zijn de poeder highlighters. Goed. We gaan verder. Dit is de Catrice. Limited Edition Glow in Bloom Glow Drops in Tulip Nectar. Dan heb ik deze van Elf. Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Die gratis bij Elf. De Jelly Pop. Ja, dit is wel aardig. Maar ja, het is niet heel bijzonder. En ik ben niet zo van de sticks, moet ik eerlijk zeggen. Dan heb ik van... Volgens mij is dit niet een highlighter. Nee, dit is een concealer. Die hoort er niet bij. Ik ga even de losse spulletjes pakken. Want ik heb niet heel veel highlighters. Want ik ben helemaal niet zo van de highlighters. Eigenlijk. Maar toch genoeg. Ik heb er nog een van Colourpop van Winnie de Pooh. En dit is de Silly Old Bear. En die lijkt me wel goed.
Is ook wat goud. Maar die lijkt me wel, die is wel oké. Die kan ik gebruiken. Oké, wat heb ik? Ik heb van Kiko de On The Go Highlighting Drops. Ja, en hier staat natuurlijk nooit een kleur op. Ik weet het niet. Oh. Er is beweging, dus Dennis komt binnen. Ja, dit is natuurlijk echt, daar komt veel te veel uit. Heel onhandig. Er rennen nu allerlei honden binnen. Dennis, Ja. kun jij voor mij een keukenpapiertje pakken? Want er kwam een beetje veel uit. Dus nu zit ik met een enorme kwak spul. Nou, het klinkt ook ranzig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Oh, die andere rol die staat bij de kookplaat. Ja, is goed. Dankjewel. Moeder. Heb je niet koffie Oh nee, ik heb mijn koffie nog niet gepakt. Dankjewel. Alsjeblieft. Mwah. Zie je zo. Doei doei. Papa. Dan gaat hij eerst nog op zijn gemak zijn schoenen uittrekken. Omdat hij het weet dat ik het ongemakkelijk vind om verder te praten terwijl hij er is. Continue. Continue. Dennis denkt dat hij speelt in die film van The Man with the Iron Mask. Die zegt ook de hele tijd: continue. Continue. The Daydream Drops van XX Revolution. De gloss highlighter met vitamine E non-stick. Nee, dit heb ik nog niet gebruikt, eerlijk gezegd, maar dit is echt. Oh, dat valt mee. Oh, als je het uitveegt, is het wel. Ja, is die misschien toch wel iets te donker voor mij. Goed. Ik heb de Glow Up van Revolution. Die vind ik wel mooi. Ik hou niet van witte highlighters, valt het op? Natuurlijk heb ik een Pillow Talk Beauty Wand, een Beauty Light Wand. En dit is de kleur, weet ik niet. Jeetje. Hier staat het. Pillow Talk? Nou. Ja, dat denk ik wel. Hij is heel mooi. Hij past mijn huid heel goed. Goed. Dan heb ik de NYX. Ik heb niet mijn eigen leesbril namelijk nu. Dus deze is niet sterk genoeg. Ik heb de Born to Glow Liquid Illuminator in de kleur Sunbeam. Wat ik dus hier altijd vervelend aan vind, is dat hij dus. Er komt altijd zoveel uit tegelijk. Dan moet je hem inderdaad knijpen, zou je denken. Maar. Dit is de Super Dewy Liquid Highlighter. In de kleur. Nee, dat kan ik echt niet lezen. Maar dit is voor mij gewoon. Dit is gewoon een blush voor mij. Dit is gewoon een blush voor mij. Die gaat naar de blushes. Zo. Dan heb ik de Revolution Glow Skin Gloss Face and Body Gloss.
Kijk, hier, dit gaat al beter als je gewoon een klein beetje wil. Dit vind ik wel nog wel mooi om mijn schouders en... hoe heet dat? Nee. Borst. Dit is een hele rare. Dit is volgens mij ook van Revolution. Er staat niets op. Dus ik heb echt geen idee. En ik heb hem serieus nog nooit gebruikt. Dit is de kleur. Oh, dat past wel heel mooi bij mijn huid. Ja. Nou, moet ik misschien toch eens proberen. Dan heb ik de Revolution Pro Goddess Glow in a Glow. Dit is, als het goed is, de lichtste. Deze gaan net als die van Charlotte Tilbury open. En dit is een hele mooie natuurlijke highlighter. Er is helemaal niets mis mee. Ik heb van XX Revolution. Nou, dit ga ik allemaal niet kunnen lezen, maar deze. Dat met die pipetjes is ook makkelijker. Dan kan je gewoon een stipje zetten. Ook een mooie rosy kleur. Dan heb ik de Catrice All Over Glow Tint. Deze is van de vorige update. Ik heb er nog meer hoor, maar die gebruik ik als primer. Ik heb natuurlijk ook de Elf Halo Glow. Hier komt ook enorm veel uit ineens. En deze is eigenlijk gewoon wat te gelig voor mijn huid. Dus die halen we gelijk af. Nu zit ik wel natuurlijk helemaal onder de glitters. Nou. Dan heb ik, dit is met die squeezy tubes. Daar komt zoveel uit. Op een of andere manier lukt me dat niet goed. Dan heb ik de Halo Glow Beauty Wand Highlighter. In champagne. Ja, champagne. Ja, vind ik een mooie highlighter. Dan heb ik een XX Revolution in de kleur Haze. Maar dit is meer een glitter. Dus ja, ik gebruik het gewoon niet zo heel vaak. Dan heb ik een On The Go All Over Luminizer van Kiko. Dus die zou je gewoon ook onder je make-up kunnen dragen. Die is heel mooi. Deze in het midden. Heel mooi. Dan heb ik een... lichte hoestaanval. Lang levend MS, want dat kan je zomaar, kun je hier verslikken en ergens in. Even een slokje koffie. De Revolution Bright Light. En dit is de kleur with hyaluronic acid. Highlighter. Nou, echt. Als je het kan zien, mag je het zeggen. Het zal waarschijnlijk de lichtste kleur zijn. Het is ook een beetje een rozige kleur. Wat ijziger, zie je, dan die van... dit was volgens mij die champagne van Elf. Het nadeel met dit soort dingen is dat je op een gegeven moment die dopper niet meer afkrijgt.
Dan heb ik van Kiko nog de Radiant Touch Creamy Stick Highlighter in de kleur 100. Hele mooie naturelle highlighter. Ik heb een Ile Mask minietje in Oh My God, OMG. Oh, er zit nog een... Kijk, naar gaan kijken. Die kan ik niet zwartsen. Er zit gewoon nog een zo'n cellofaantje op. Ik ga hem ook niet openmaken, want zo vaak gebruik ik het niet. En als laatste heb ik de Maybelline Face Studio Chrome in 20 Metallic Rose. Oh, dit is naar één kant gegaan. Aan deze kant. En dat is te donker voor mij. Dit waren al mijn highlighters. Poeder en... creams. En ik denk dat dit wel een van de minste katten. Ik heb er nog één. Hier is hij. De Catrice All Over Glow. In het roze. Ik had hem dus niet bij mijn primer zitten. Mooie kleur voor mijn huid. Oké, hier heb ik het minste van. En ik vind het ook het minst interessant, moet ik eerlijk zeggen. De reden waarom je geen bronzers had, is dat ik er eigenlijk achter kwam. Dat ik vandaag gewoon vergeten was voor vandaag te filmen en het te posten. Omdat ik heel erg bezig ben met... we gaan een weekend weg, tenminste 3 dagen, Dennis en ik. We gaan naar Parijs, het is onze trouwdag. We zijn... maandag 23 jaar getrouwd. Het is nu donderdag als ik dit opneem. En ik ga het zo gelijk voor jullie online zetten. Maar we zijn maandag 23 jaar getrouwd en 25 jaar bij elkaar. Dus we gaan een weekend naar Parijs. En we laten Wessel gewoon hier met de dieren en de katten. Of de honden en de katten. Alsof katten geen dieren zijn. Dus ik ben erg veel... En ik weet dat hij 21 is. En ik weet dat hij voor zichzelf kan zorgen. En ik weet dat hij genoeg zelf kookt. En noem maar op. Lulu, wat ben je aan het doen? Lou, wat doe je? Het staat in een hoekje van de trap gewoon. Alsof er wat is. Kom eens hier. Gek. Gekke hond ben je. Nou, dus ik wil voor hem wat dingen voorgemaakt hebben. En er moet gestreken worden. Want wij komen maandag laat thuis. En dinsdag moet hij weer naar de academie. En daar moeten ze spullen gestreken zijn. Dus dat moet ik allemaal doen. En nou goed, ik ben er druk mee met 3 dagen naar Parijs gaan. Nou, het staat helemaal nergens op. Maar laat me. Dus vandaar geen bronzers, maar highlighters. Dan probeer ik voor volgende week wel echte bronzers te doen. Nou, bedankt voor het kijken. Hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Dankjewel voor het kijken. Doei!